Hoeveel verdachten van terrorisme lopen er op dit moment al dan niet onder toezicht van de reclassering vrij rond? Die vraag hebben we aan de minister gesteld. Wat schrijft de minister dan? De gevraagde cijfers kunnen niet uit de informatiesystemen worden afgeleid. En als je dus doorreken, want ik heb al die vragen bekeken en alle antwoorden bekeken, dan is er dus 19, zegt de minister, van de 54 uh, terroristen worden in de gaten gehouden. En van 35... Weten we het dus niet? Misschien de diensten, maar dat zou kunnen hè, dat de minister dat gaat zeggen. Dat is een black box, dat, dat kan ik inderdaad niet controleren. Maar als ik vraag aan de minister hoeveel lopen er nou vrij rond, ja, dat, dat weten we niet. En, en dan vraag ik me af waar is dat verhaal dan van die rechtsstaat? Die minister die zo voor de veiligheid van de Nederlanders uh, 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 lijkt te vechten. Ik zie een importeur van ISIS-terroristen nee, voor voor voorzitter, staan. Het, het frame was me wel helder.